Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in het eerste kleine beetje na competitie en natuurlijk in de laatste speelronde van de Eredivisie. In de na-competitie won FC Eindhoven de heenwedstrijd met 1-0 van Almere, won VVV met 3-2 van Willem II en NAC Breda won met 1-0 van MVV. Toen werd het natuurlijk spannend, zeker bij Almere Eindhoven, dat werd namelijk 2-1 en na verlenging won Almere, dus Almere is door naar de volgende ronde. Ook Willem II won met 2-1 en maakte het daardoor gelijk, maar ook die verloren na de verlenging. En wat betekende dat VVV door is. En MVV NAC werd 1-4. Daar had je wel een duidelijke winnaar. Dan waren dit de uitslagen van speelronde 34 van de Eredivisie. AZ verloor met 1-2 van PSV. Cambuur had opeens een ingeving, denk ik. Die wonnen met 4-0 van RKC. Groningen is nog meer afgedroogd dan dat ze al waren. Dat werd 0-5 tegen Sparta. Twente Ajax werd 3-1, FC Utrecht tegen Emmen werd 3-2, Volendam Excelsior werd ook 3-2. Feyenoord verloor de tweede wedstrijd pas van het seizoen met 0-1 van Vitesse. Fortuna tegen NEC werd 1-1 en Heerenveen Go Ahead Eagles werd 2-0. In de ranglijst zie je dat Feyenoord de kampioen is, dat wisten we natuurlijk al. Die is door naar de Champions League groepsfase, goed bezig. PSV is tweede geworden en gaat naar voorronde Champions League. Ajax is derde geworden en gaat naar voorronde Europa League. AZ heeft zich gekwalificeerd voor de voorronde Conference League. Dan hebben we FC Twente, Sparta, FC Utrecht en Heerenveen die het gaan opnemen tegen elkaar voor het laatste Conference League ticket. Dan hebben we RKC op de 9e plek met 41 punten, best wel een knappe prestatie. Vitesse en Go Ahead hebben 40 punten, NEC op de 12e plek met 39, Fortuna en Volendam hebben 36 punten, Excelsior op de 15e plaats met 32 punten, Emmen op de 16e plaats met 28 punten. Dan komt Cambuur, die eindelijk een stapje omhoog is gegaan in de laatste speelronde, op de 17e plek met 19 punten en onderaan is geëindigd FC Groningen met 18 punten. Dan hebben we de voorspellers top 8. Stan heeft mij ingehaald vlak voor het einde, goed bezig, 276 punten. Dan kom ik zelf met 271 punten. Jurgen heeft 269 punten. Op de vierde plaats Joey met 264 punten. Dan komen Thomas en Sven met 262 punten. En Games en Mikey hebben 256 punten. De weekwinnaar was de eerste keer dat hij weekwinnaar was. Peter, gefeliciteerd met het zijn van de weekwinnaar. Oh, die is niet meer nodig. Het gaat lekker deze aflevering. Dan hebben we namelijk nog 8 wedstrijden om te gaan voorspellen voor de volgende aflevering. VVV Venlo moet thuis tegen Almere City voor de playoffs. Promoveren. En NAC tegen Emmen hebben we daarna. Jezus, het gaat echt heel slecht. Maar dat komt omdat mijn slijmpje vast zit, sorry. Heerenveen tegen FC Twente voor de playoffs voor de Conference League en FC Utrecht tegen Sparta. En daarna hebben we natuurlijk de terugwedstrijden Almere VVV, Emmen tegen NAC, Twente tegen Heerenveen en Sparta tegen FC Utrecht. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.